De eigenaar van sauna en wellnesscomplex Oase in Nederasselt is alweer even stil, maar de politie ontvangt nog steeds berichten van verontruste bezoekers of oud-bezoekers van het bedrijf. Bezoekers die zichtbaar zijn op de beelden kunnen wel degelijk in actie komen. Dat zegt Cyril Spiers, advocaat en letselschadespecialist. In eerste instantie zit daar natuurlijk een strafrechtelijke component aan. Die zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. Hoe zich dat ontwikkelt, zullen we afwachten. En daarnaast is het zo dat er uiteraard civiele mogelijkheden zijn om, als er onrechtmatig gehandeld is, om daar schadevergoeding voor te claimen. Ja, uiteraard is het gewoon immaterieel voor het feit dat je dus een shock oploopt omdat je op een gegeven moment je eigen beelden op internet voorbij ziet komen, op sites waar je ze niet wil hebben. En daarnaast is het zo, als jij daardoor bijvoorbeeld echte schade zou kunnen leiden, omdat, stel je bijvoorbeeld een bepaald beroep doet en mensen zien jou en huren jou daarna niet meer in, dan heb je materiële schade. In principe is het belangrijkste dat mensen die denken dat ze slachtoffer zijn in deze zaak, zich melden bij de politie, zodat de politie een uitgebreid onderzoek kan doen. En als ze slachtoffer zijn, ze uiteraard het recht hebben om een advocaat in te schakelen die hun kan bijstaan om in het strafrecht of in het civielrecht hun belangen te behartigen. Kijk, het gaat er gewoon om dat mensen moeten weten wat ze wel en niet kunnen en welke mogelijkheden er zijn als zij gewoon beschadigd worden zodat beelden van hun op internet terechtkomen. Ik leg het graag uit om ervoor te zorgen dat mensen weten dat er mogelijkheden zijn als zij inderdaad slachtoffer zijn geworden. En of ze daar dan zelf iets mee doen, dat is uiteraard aan de persoon zelf.